Ik ben Erik van Glarefans en dit is Glarefan nummer 7. Elke Glarefan is uitgerust met een nieuwe onderstel, nieuwe koppeling, nieuwe remtechniek en nieuwe assen, zodat je weer onderdelen kan krijgen voor de komende 30 jaar. Aan de buitenkant hebben we elektrische aansluiting en gas voor de scootelbraai. Normalita hebben we hier een hele mooie uitschuifkeuken. Helaas door corona is deze nog vertraagd, dus komt deze later. Hier hebben we de verswatertank en de vuilwatertank die we hieronder kunnen neerzetten. We hebben ook nog een grote afvoerwaterslang van 2 meter, zodat het water gelijk de put in kan lopen. Alle Glarefans hebben mooie magneetsluitingen, zodat je niks af kan breken en alles mooi soepel sluit. Daarnaast hebben we deze Glarefan ook weer een mooie rijg buitendouche. Maar wel plastic eraf halen natuurlijk. Welkom bij de crib. Deze fantastische Eriba Troll uit 79. Het hefdak van de Eriba is met 14 centimeter hoog, zodat we gewoon fatsoenlijke staarruimte krijgen. Er zit dus ook een nieuw tentdoek in van Tecate. Uiteraard met muggennetten, zodat er 's nachts gewoon heerlijk kan ventileren met de mugjes buiten blijven. Ja. Bovenkastjes zijn hergebruikt met originele knopjes. Maar we hebben wel een dubbele laag gekregen, zodat we alle spotjes en alle elektra goed weg kunnen werken. Ja. Zowel de keukenspotjes als de tafellamp hebben gewoon dimmers, zodat je het licht goed in de caravan kan bepalen. Ja. De meeste Glarefans rusten wij uit met een Tedford koelkast, de N4100E. Die heeft een klein vriesvakje en meer dan genoeg ruimte om al je drank en eten zwaar koel te houden. De caravan heeft een Truma warmwaterboiler van 5 liter, zodat we in deze kraan ook gewoon lekker warm water hebben. Zoals gezegd is het fornuis enkel buiten toegankelijk. Bij alle openslaande ramen hebben we standaard bij Glarefans een hor en een verduistering erin gebouwd. Het is een Dometic Rollo 3000. Ja. Onder het bed zit een potapotti, verstopt. We hebben de originele kast hergebouwd, groter gemaakt. We hebben de bovenkastjes ook ingekort. Uiteindelijk hebben we deze nu zo'n hangruimte met grote scharnieren en een soft close system. En heel veel kastruimte. Het grappige is, deze kleur hebben we later bijgewerkt omdat de klant het roze toch iets te fel vond.